Ah! Leien! Ik ben bang op je piemel, man! Hey! Bitch! Heb je een grote of kleine zippie? Hallo. Zek hier. Hey, vakkentijger. Wat ben je, brada? Ik sta voor je deur toch, ik doe lang. Broer, ik woon op 10 hoog, papa. Ga niet die 10 hoog omhoog lopen toch. Kom me vertellen toch. Ben je vaseline aan het fixen of zo? Nee. Ik maak geintje. Ik kom naar beneden. Is goed, bro. Ik zie je zo. Kom naar beneden. Ciao. Vakkendwerg. Vakkendwerg. Je bent er eindelijk. Ja, toch. Je hebt er lang, man. Dat heb je vaseline gesmeerd of zo? Ja, toch. Een beetje mooi. Lekker, mooi doen. Toch. Je weet zelf ja, toch. Je gaat me tellen naar die supermarkt. Hé? Want jij bent powery toch. Nee, kerel. Je wilt nee, toch, man, we gaan een van die cameramannen vragen, man. Ik ben invalide, nee, toch. Ja, man. Lego, dat is mijn broertje. Ik ben niet zijn kleine zoon. Zo papa, zo zoon. We zijn er. Ja. Zo zijn die karretjes. Zit even hier. Ja. Je bent zwaar, man. Tegen. Ai. Je hebt gelopen dat je naar beneden. Oh. We gaan even lekker boodschapjes doen. Bro, weet je wat? Voor deze foma, broer. We gaan lekker naar de appie. Maar daar heb je lekker halal afdeling toch. Snap je, deze foma heeft shit. You get me? Ja, nee, man. Jeetje, ik kan niet meer met me doen, manji. Jongens, dat hier geen halal toch? Ja, ik moest nadenken toch. Hier heb je geen halal toch. Man, laat me hem in die kar zetten, alles optillen. Die man is zwaar. Wauw, jij echt. Je maakt het me nu al zwaar, man. Ze verwende je, laat me het gezien. Jai. Lekker. Ik kan bami maken, nasi. You get me? Ja, ik kan bijna alles maken. Ik zeg, wat kan ik niet maken? Oh, mijn ballen, man, bro. Sorry, tijger. Sorry. Die pindaballetjes van je. Moet er wel groot kunnen zijn. You get me? Oh, sorry voor je balletjes. Oh. Sorry voor zijn balletjes, sorry. Sorry. Ja. Mag ik even boodschapjes doen? Ja, toch. Niet hier. Waar is dat? Verderop toch. Verderop? Ja toch, you get me. Waarom doe je dat? Dat soort dingen eet je niet. Ik wil je graag pas houden, hè? Het is nu vooral al, hè? Spersiebonen, weer spersiebonen. Hoort erbij toch, of niet? Waar? In die nasi, bami. Nee, kill. Wat voor bami heb jij gegeten, G? Chinese bami. Ja, toch. Nee, man. Je kent me. Ik ga echte bami voor je sacrificen. Ja, toch. Die sauzes. Nee, sauces. Ik maak die saus zelf. Bro. Oh, echt. Jij bent niet die kill die puur in me eten. Nee, toch, bro. Ik heb dat meegemaakt, toch. Nee, wie doet dat? Ik noem geen namen, toch. Hé, wow. Als worden die jongen kapot gemaakt door die YouTube, toch. Wow. Een bekende man, toch. Hij ging met chaf spugen, maar ik zag het toch. Koude of vieze keer. Je hebt hem geklemd. Ja. Je bent klootzak, je bent koude scherp. Ik ga jou nooit spugen. We hebben knoflook nodig. We hebben knoflook al thuis. Ja, je hebt thuis toch? Dinges, je hebt wel tories thuis toch? Ja toch? Niet de, nou, ik wil ook een beetje bezuinigen toch? Ja toch? You get me? Hallo mevrouw. Hi. Ik heb tegen hem gezegd, het mag niet. Jawel, maar hij doet het toch. Voor. Kijk, hij doet brutaal mevrouw. Zeg er wat van, dat kan niet, mevrouw. Hans, Hans, we gaan besnijden vandaag. Ja. Ik heb nu al hoofdpijn, mijn broer. No. Ja. Nee, niet ja. No. Nee. Waarom ben je als een vogel? Ja, toch? Je kent me. No, Hans. Hallo. We doen het. Hey. Kom hier. Je kan hier rijden, man, broer. Wow. Zie je niet, Jelle? Je laat mij een slechte driver lijken. Hey, kijk eens. Je kan maar slapen met de vinger in de pomp. Nee. Ik kan het ook hier, hè. Ik ben benieuwd of je kan koken, broer. Ik kan koken, Jelle. Hij kan koken, prent of een lijntje. Dom. No. Oh.
Nee, je kan het niet. Tot het kan mag het pas niet. Hoe doe je dat dan? No. Nee. Nee, kill. Nee. Dat moet je niet doen, agurk. Je weet toch, kijk hier, Hollanders wassen hun kip niet. Je moet je kip wassen met azijn. Oh ja. Catch me. Dat heb ik ook laatst geleerd. Natuurlijk, salmonella, broer. Ja. Binnenkort komt een nieuwe album. Alweer? Ja toch, ik ben boos. Ja? Instagram. Dus je kondigt nu je album ja, uit? Ja toch, sowieso Exclusive 2 komt eraan. Je weet toch, volg me op CashCityGram. Wanneer komt die uit? Ik kan nog niet datum geven. Maar? Het is 80% loading. Dus dat betekent het is bijna klaar. Snap je? Wanneer ik zeg ha. Is het klaar? Maar volg me alvast op CashCityGram. Want zijn andere account is gehackt. Hij dacht dat hij die vinkjes zou krijgen, maar hij heeft niks gekregen, broer. Ga je gewoon steeds hoe ik ben gehackt. Ze hebben me gehackt. Ja, rare mail, maar ja. Het kan goed, het kan goed. We rennen gewoon om deze account gewoon groot te krijgen. Tot hoe het stap was. Voor stap. Stap voor stap. En, we gaan geen rare capriolen uithalen. Want we zijn niet op die fakeness shit. Ik heb het niet. Nee. Geen geruchten dat je slaap met je vinger in de kont. Nee, maar dat doet Lexus, man. Die geintjes moet je niet meer bij je flikken, man. Hoe weet je dat die geintjes moet je thuis houden, man. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat die? Geloof me. Maar het past niet in de kont. Hij heeft een dikke worste vingers. Kroketten voor aardappelkroketjes. Ik weet niet. Hoe lang doet het koken, man? Hé, hey, hallo. Even kappen. Hey, kappen met die geintjes. Van mijn brood, daarom doe ik kassa, joh. Van willen zitten in de kop. Ik vind net het wordt mijn dood. Daarom moeten we nu cashen. Bitches vrouwen cashen. Als we mannen reizen, we zeker dat ze krijgen. Eindelijk klaar, mensen. We gaan eens kijken hoe deze man heeft gekookt. Of het lekker is. Ik ga een beoordeling geven, je weet toch? We echt kijken wat die kookkunst precies is. You get me? Mhm. Pan. Een dikke 8. Ja? Ja, man. Thuis, man. Kunnen we nog FT's verwachten? Pak je podium. Ik heb sowieso een paar emmertjes in de koelkast. Maar ik kan nog niet verklappen. Welke tunes? Kijk hier, ik heb pokus met Doughboy, ik heb pokus met... Ja, dat weten we, maar... Kijk, ik kan nog niet verklappen, omdat ik weet niet of ik het op die album ga gooien, snap nee, je? Nee, het hoeft niet op die album. Ik moet een selectie maken, snap je? Maar het komt wel een poko met de FT, toch? Ja, dat sowieso. Jij moet winnen. Met Joselphie, heb ik met Boef. Die komt eraan. Het moet sowieso komen. Ja. Heb je een keer betaald voor een FT? Nooit. Nooit? Nooit. Kijk in de camera en zeg nooit. Nog nooit betaald. Nog nooit. Ik heb nog nooit één rapper betaald. Voor een FT, nog nooit. Die gasten die FT's met mij hebben gedaan en zo, hebben mij gecheckt. Of ze hebben me gewoon gegund. Snap je? Gewoon blind gegund. Maar nooit een doekoe gevraagd. Of als iemand me een doekoe vraagt, hij weet meteen hij krijgt een laptop in zijn gezicht. Snap je? Hij weet meteen hij krijgt een laptop in zijn gezicht, want ik ben een motherfucking street nigga nog steeds. Snap je? Ja, tuurlijk. Dat zijn die kleine dingetjes. Wat vind je van de hype? Rappers die gaan vechten. Ik vind het koude grappig van. Zou jij vechten voor 20 kop? Ja, misschien wel. Misschien wel. Dus je zou meedoen aan die hype? Ik zou niet eens die tegenstander niet eens adem geven, snap je? Ja. Om met mijn grapjes te maken op die Instagram en zo. Want dan ga ik ga niet mee in die hype. Ik wil op die pap. 20 kop krijg ik daarvoor. Ah, wel, ga met die pap. Ik wil niet veel praten, ik kom aan mijn hoofd te breken, broer. Maar jij bent iemand die agressief is. Ja, als ik een klap krijg, dan gaan we eruit. Maar dan hoe bedoel je? Handschoenen gaan eruit, hoofd. Neem even die tori, hoe bedoel je? Ik bijt je sowieso in je neus. Of in je oog, onder je oog hier, bij je vingers. Maar je moet je aan de regels houden, kijk. Mm-hmm. Cash. Want jij bent iemand die echt helemaal... Ja. Leg ze uit hoe je wat je bedoelt. Ik kan me reden dat ik aan regels houden. Maar wanneer ik een klap krijg... Kan ik me niet instaan voor mijn gedrag? Want dan activeer je die haai in me toch, die pitbull. Je weet het, volg deze man op Instagram. Cash City Cram. Ik wil je sowieso bedanken dat je hier bij thuis mocht zijn. Ja, maar altijd. Was een eer. Zie, je mag niet bij mij slapen.
Je bent altijd welkom, maar je mag nooit bij me slapen, want je maar... praat de hele koude dag over vinger in de bil staan. Ja. Dus jij gaat nooit bij mij in de buurt slapen. Nee. Maar hij slaat met de vinger in de kont. Nee. En in zijn neus. Hij slaat al. Mensen, bedankt voor het kijken, abonneer, like, check de album exclusief. Je weet toch, I'm streamen, show love. En je weet het.